geachte voorzitter van de Eerste Kamer, meneer de vicepresident van de Raad van State, beste aanwezigen. Dit is niet mijn laatste optreden als WR-voorzitter. Ik zie u al een beetje schrikken. Het is namelijk het eerste optreden na mijn voorzitterschap. Want Corien Prins is op 1 april aangetreden als mijn opvolger. En dat is heel mooi voor de WR en voor mij. Want je taak vol vertrouwen aan een voortreffelijke opvolger overdragen, dat is niet iedereen die in deze wereld wordt opgevolgd gegeven. Mooi is ook dat ik met u nog wat kan delen over een mooi vak dat alleen maar belangrijker aan het worden is. En dat is wetenschappelijk advies voor beleid. De woorden wereld en vertrouwen, die ik zojuist noemde, zijn daarbij context bepalend. Want we zien een wereld die meer verscheurd is dan velen nog niet zo lang geleden hadden verwacht. En er zijn ook heel wat mensen die minder vertrouwen in de grote en kleine wereld hebben dan ze zouden willen. Dat zagen we in de WRR-SCP-verkenning Gescheiden Werelden. En dat kwam ook tot uiting rond de verkiezingen. Ook al bleven welvaart en welzijn voor de meeste Nederlanders ook tijdens de crisis redelijk op peil. De grote uitdaging is nu om ook de positie en het sociaal vertrouwen van hen die kwetsbaar en onzeker zijn te versterken. En dat is ook een allereerste opdracht voor de onderhandelaars op steenworp afstand. Na een stevige stembusstrijd in een versplinterd speelveld moeten zij nu verbindend vermogen tonen en verstandig omgaan met de spanning tussen korte termijn succes en het welzijn van komende generaties. Ze moeten maatschappelijk zeewaardige beleidsvoornemens smeden uit een waaier van partijdige agenda's en belangen en onpartijdige expertise van kennisinstellingen en adviesorganen. Bevordering van sociaal vertrouwen en samenhang is ook een van de kernthema's waarop de WRR, de politieke partijen, voor de verkiezingen input heeft gegeven. De andere zijn veerkrachtige economie, brede innovatie, navigeren in een veranderende wereld en een waardegedreven publieke sector. Ze vloeien voort uit een groot aantal WR-studies, analyses van feitelijke ontwikkelingen, risico's, onzekerheden, dus ook kansen en ook voorzien van beleidsalternatieven met oog op de lange termijn. We hopen daarvan natuurlijk ook veel terug te zien in het regeerakkoord. Want lange termijn doelen maken natuurlijk alleen kans als ze verankerd worden in het heden. Zeker in de beleidsarena waarin belangen en emoties een grote rol spelen. En in die dynamiek moet wetenschappelijk advies houvast bieden. En dat is ook het métier van de WRR. Zoals de nog uiterst actuele WRR-instellingswet uit 1976 zegt. Wetenschappelijk gefundeerde informatie verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden, tijdig wijzen op de verwachte knelpunten en beleidsalternatieven aangeven. De WRR, en dat is heel erg belangrijk, doet dat niet in het belang van een bepaalde coalitie, maar in het belang van goed regeringsbeleid en vooral in het belang van de samenleving. Dat Providing Advice to the Nation stelt ook de Amerikaanse National Academy of Sciences zich ten doel. Maar juist daarin worden onze vaak zo toonaangevende transatlantische collega's op dit moment danig op de proef gesteld. Want wie had kunnen denken dat nu de wereld de klimaatafspraken van Parijs moet waarmaken, het gerenommeerde Amerikaanse Environmental Protection Agency, de EPA, niet alleen een forse bezuinigingsopdracht zou krijgen, maar ook een director als Scott Pruitt. Een voormalig aanklager, openbaar aanklager, die maar liefst 14 keer procedures voerde tegen wetenschappelijk onderbouwde, maar nu deels al politiek geblokkeerde milieumaatregelen. Iemand ook die zich op zijn website afficheerde als leading advocate against
de EPA's Activist Agenda. Wie had het voor mogelijk gehouden dat een Amerikaanse president zou koketteren met de gedachte dat zuigelingenvaccinaties autisme veroorzaakt? Jaren na het ontmaskeren van Andrew Wakefield, de bron van dit alternatieve feit, als oneerlijk en onverantwoord onderzoeker. Wel een alternatief feit overigens dat in de UK een teruggang van de vaccinatiegraad en een toename van ernstige zuigelingeninfecties veroorzaakte. Governance bij Twitter kan weliswaar proclameren dat goed onderbouwde kennis nep is en schermen met alternatieve feiten. En dat kan hilarisch lijken, maar het is vooral zorgwekkend. Nog zorgwekkender dan fact-free politics. Want facts aanpassen aan beoogde acts is eigenlijk misleidender dan evidence zichtbaar negeren. Dat we dit behalve in autoritaire regimes nu ook zien in de grootste moderne democratie, waarbij ook rechtspraak en media het met regelmaat te verduren hebben, is juist ook een belangrijke uitdaging voor de checks en balances in die democratie. Inmiddels zien we dat de tegenkrachten en ook buffers volop zichtbaar zijn en staat zelfs de internationale geloofwaardigheid van het Witte Huis, naar mijn overtuiging, onder druk. Dat is overigens niet iets om blij over te zijn. De Nederlandse situatie is gelukkig heel anders. Hoewel we ook hier uitspraken horen als wetenschap is ook een mening, de media hebben het gedaan, rechtspraak is partijdig, ondanks dat wordt in regering, parlement en samenleving heel breed aan deze instituties gehecht. Maar de Amerikaanse ontwikkelingen laten zien dat dat nooit vanzelfsprekend is. We moeten eraan blijven werken, zoals de KNW ook onlangs benadrukte. We moeten er ten eerste voor zorgen dat kennisontkenning niet verward wordt met wat ook kritische wetenschap en media eigen is. Namelijk informatie niet voor zoete koek aannemen. Want inderdaad, ook empirisch onderbouwde kennis kan vertekend zijn. De aangewezen weg is dan allesbehalve ontkenning, maar juist voortgaande kennisontwikkeling. Met behulp van daarbij horende checks en balances. En open maatschappelijke dialoog daarover. Alleen zo blijft de samenleving leren over vaccins, over het klimaat en over bijvoorbeeld effectiviteit van beleid. En wetenschap en wetenschappelijke advisering hebben daarbij de taak om kaf van koren te scheiden. Tegelijkertijd moet wetenschap die de samenleving vertrouwwekkend wil adviseren ook de eigen geloofwaardigheid hoog houden. De Nederlandse wetenschap pakt dat, naar mijn overtuiging, goed aan. Ze levert hoge kwaliteit, legt maatschappelijke verantwoording af en stuurt sterk op responsible research conduct. Maar ook hier blijft natuurlijk werk te doen, zoals hameren op reproduceerbaarheid van bevindingen en het tegengaan van citatieinflatie en ook van research waste. En niet meewerken aan zogenoemde predator journals die open access publishing misbruiken voor eigen gewin. Ik ben zelf editor-in-chief van een tijdschrift. Ik heb nou collega's die ik predators-in-chief noem. Hou afstand. Verder moet natuurlijk onderkend worden dat beleidsvorming niet alleen om feiten en kennis draait. Anders gezegd, de wetenschappelijke state of the art is niet alles bepalend voor the art of the state. Want beleid gaat over de toekomst en die is onzeker en die kent veel ongetemde uitdagingen. En dat is natuurlijk extra lastig als je voor belangrijke beleidskeuzes staat. En juist daarom rapporteert de WR niet alleen wat we weten, maar ontrafelt hij ook belangrijke onzekerheden. Bijvoorbeeld qua financiële stabiliteit en internationale veiligheid.
dat houdt de politiek ook bij de les in haar onontkoombare verantwoordelijkheid om met die onzekerheden om te gaan. En met al dan niet omstreden waarden, zoals wat een te winnen levensjaar mag kosten, de intrinsieke waarde van cultuur en hoe zwaar veiligheid mag wegen in een vrije samenleving. En om nog enkele voorbeelden uit het lopende WR-repertoire te noemen, de keuze uit beleidsalternatieven bij complexe kwesties, zoals sociaal-economische gezondheidsverschillen, flexibel werk en sociale zekerheid, een meer gedifferentieerde samenwerking binnen de Europese Unie. Daarmee wil ik ook zeggen dat een versimpelde post-truth tegenstelling tussen feiten versus opvattingen niet helpt. Gedegen kennis waar beschikbaar, ja, dat is stap 1, maar lastige afweging maken is onontkoombaar stap 2. Maar op onzekerheden en lastige afweging kun je gelukkig wel anticiperen. Zoals een schaker de zetten van zijn opponent niet kan voorspellen, maar zijn kansen wel verhoogt door meer zetten vooruit te denken, zo kan ook de samenleving anticiperen. En daarom zijn leren en creativiteit ook zulke belangrijke thema's in WR-adviezen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verdienvermogen van ons land of het omgaan met robotisering. Maatschappelijke creativiteit is ook essentieel voor het agenderen van nieuwe ontwikkelingen en het vinden van originele oplossingen. En daarom consulteert de WR naast wetenschappers ook burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. En daarom ook oogste de Nationale Wetenschapsagenda zo'n schat aan waardevolle ideeën. Dus geen eenrichtingsverkeer vanuit de wetenschap en ook geen tweedeling tussen experts en samenleving, maar co-creatie. Ook een belangrijk recept om misleidende informatie beter te counteren. Bij zulke intensieve interactie met maatschappelijke partijen is het extra belangrijk dat adviesorganen onafhankelijk en onpartijdig zijn. Anders dreigt recycling van belangen en recycling van vooral welkome feiten. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn natuurlijk ook nodig ten opzichte van politiek en overheid, want beleid kan verkeerd uitpakken en dat moet natuurlijk dan geloofwaardig onderzocht en gerapporteerd kunnen worden. Voor de vaste, ik zeg met nadruk vaste adviescolleges, is die onafhankelijkheid wettelijk geregeld. En dat is een groot goed, want juist in een gepolitiseerd, versnipperd en vaak verkokerd krachtenveld vol korte termijndruk is onpartijdig, domeinoverstijgend en langetermijngericht advies onmisbaar. En in mijn jaren bij de Gezondheidsraad en de WR heb ik steeds weer gemerkt dat de volksvertegenwoordiging dat ook zo beleeft, ook op cruciale momenten, want die waren er zeker. Ook op de onafhankelijkheid van het achterland van wetenschappelijk advies, de wetenschap zelf, moeten we zuinig zijn. Juist nu zij moet navigeren in een zee van publiek-private belangen. En dat vraagt om een stevige publieke financieringsbasis, zoals onderstreept is door de Nationale Wetenschapsagenda, de KNW, het Rathenau Instituut en de AWTI. Wat is nu eigenlijk de impact van wetenschappelijk advies? Daarover oordelen externe evaluatiecommissies. Maar een goede slager is ook zelf op de waardering van zijn waar gespitst. En daarom let de WER goed op de doorwerking van zijn werk. En dat gaat om meer dan het overnemen van adviezen. Natuurlijk is er regelmatig direct beleidseffect, zoals het overnemen van onze aanbevelingen over ontwikkelingssamenwerking in het toenmalige regeerakkoord. Maar ook beleidsstrategieën worden beïnvloed. Zo werden de aanbevelingen van ons voedsel en ons internetrapport centrale overheidsdoelen met internationale impact. Soms moet een rapport even inwerken. Bijvoorbeeld het rapport naar een lerende overheid leidde na enkele jaren, na dato,
ertoe dat de Tweede Kamer de ontwikkeling van een brede welvaartsmonitor initieerde. Dus dat had even de tijd nodig, maar dat wordt wel een lange termijn ontwikkeling van belang. Ook het publieke debat wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld vanuit ons programma Maatschappelijke Scheidslijnen. We zien ook rechtstreeks impact in het maatschappelijk veld, zoals het binnen enkele maanden wegebben van het woord allochtoon ten voordele van de term Nederlander met een migratieachtergrond. En tenslotte is er ook methodologische impact, onder meer op de state of the art van toekomstverkennen. Voor het kunnen hebben van impact is kwaliteit een eerste voorwaarde, sine qua non. En daarvoor heeft de WR gedegen procedures. Ik noem dat altijd de achterkant van het borduurwerkje. Maar belangrijk zijn de mensen die het doen. En ik heb mogen samenwerken met collega-raadsleden die de top van hun vakgebied vertegenwoordigen. Onafhankelijke geest met hart voor de publieke zaak, die via diepgaande studie en intensieve multidisciplinaire discussie toewerken naar gezamenlijk gedragen aanbevelingen. Topkwaliteit levert ook onze wetenschappelijke staf, de motor, de medeproducent, maar vaak ook mede-initiator van onze advisering. Onmisbaar ook onze uitstekende communicatie- en secretariaatscrew en met om ons heen een aanstormende schare van jonge wetenschappers die in de toekomst vast wel delen van ons werk verder gaan invullen. Analyse, dames en heren, van complexe maatschappelijke vraagstukken vereist kennis, maar ook ervaring vanuit alle vezels van die samenleving. En daarbij kan de WR rekenen op een intensieve samenwerking met het wetenschappelijk veld, de planbureaus, waarvan de directeuren onze externe adviserende leden zijn, de departementen, in het bijzonder natuurlijk het ministerie van Algemene Zaken en ook de collega-adviesraden. Allen hier ruim vertegenwoordigd. Ook de inbreng van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is uitermate belangrijk voor ervaringskennis en expertise ten behoeve van onze analyses. Evenals internationale samenwerking. Want veel vraagstukken zijn grensoverschrijdend. En daarom hebben de WR en de KNW het initiatief genomen om het European Science Advisors Forum dit jaar naar Nederland te halen. Dat zal eind juni plaatsvinden. En we willen daar ook een flinke duw in de goede richting geven van die internationale samenwerking. Want wetenschap kent geen grenzen en dat is juist van belang als de politiek met grenzen worstelt. Het kabinet en de Staten-Generaal dragen bijzondere verantwoordelijkheid voor de benutting van kennis en advies in onze democratische rechtsstaat. Ik zie ook hier terug op uitstekende interactie. En in het bijzonder ook het respect voor elkaars onderscheidende verantwoordelijkheid. Ook bij lastige boodschappen. Want ook al worstelen politici met de hype van de dag, ze zijn ook professioneel politieke bestuurders met verantwoordelijkheidsgevoel voor de lange termijn toekomst van ons land. En ze daarbij houvast bieden en zo nodig opdringen is een kerntaak van de WR. Werkend over de volle breedte van wetenschapsbeleid, gespitst op lange termijn ontwikkelingen, het eigen werkprogramma bepalend, een bij wet vastgelegde onafhankelijke positie en de verplichting van het kabinet om te reageren op adviezen richting parlement, dat is een bijzonder krachtige, unieke formule waarop in het buitenland terecht jaloers is. En het was een voorrecht om daaraan mee te doen. Nog een woord tot twee bijzondere vrouwen.
Corien, ik ben blij dat je mij opvolgt. Je bent een echte topper. En mag ik daar voor één keer aan toevoegen dat ik trots ben de enige WER-voorzitter ooit te zijn die wordt opgevolgd door de eerste vrouwelijke voorzitter. Ik geef je zo een cadeautje met het oog op de lange termijn. Maar eerst wil ik Ria danken voor je niet aflatende steun. En dat in al jouw drukte voor onderwijs en recht. En ik dank je ook voor het spiegelen in de weekenden van mijn doordeweekse jaar in Den Haag. Dank je wel. Corien, dit is mijn cadeautje. Dank André. Dames en heren, ik kan inderdaad nu helemaal achter in de zaal kijken, de lange termijn. Dames en heren, ik ga u niet meer met naam en functie noemen, met uitzondering van André. Ik ben er enorm trots op jou te mogen opvolgen. Ik kan niet zo'n mooie link maken tussen, nou misschien kan ik nog wel de link maken, maar kom straks nog wel. Dames en heren, mij is gevraagd om in 5 minuten... zowel iets over mijzelf te zeggen als een inhoudelijke bijdrage aan dit symposium te leveren. Daar is 5 minuten nogal kort voor, maar toch, ik waag een poging en doe dat aan de hand van een 2-tal meegebrachte boeken. Het eerste boek zegt iets over de persoon die ik ben, omdat het raakt aan waar ik mijn vrije tijd graag doorbreng, en dat is de natuur. Een aantal van mijn collega's uit Tilburg die hier zitten weten dat ik dan ook nog op een paard rijd. Maar de natuur, althans wat in ons land daar nog voor doorgaat. Het tweede boek tekent de professionele periode die ik zojuist heb afgesloten als decaan van de juridische faculteit in Tilburg. Maar er is nog een reden waarom ik juist deze boeken heb meegenomen. Want ze inspireren mij, gegeven de opdracht die de WER destijds in 1976 is meegegeven. Het eerste, beklemmende boek, voor wie het hier herkent op de voorzijde. Het eerste beklemmende boek is aan de hand van Jared Diamond, Collapse. In het Nederlands kreeg het de mooie titel Ondergang mee. Diamond vraagt zich af waarom beschavingen verdwijnen. In mijn ultrakorte samenvatting, wat dacht diegene die de laatste boom op Paaseiland omkapte? Platgeslagen was dat: die boom is van mij, van ons, en niet van hen. Die boom stelde namelijk zijn clan in staat om nog hogere beelden op de heuvel te krijgen dan alle anderen. Kernmechanisme is hier dat overleven in de groep vaak belangrijker is als overleven als de groep. Dat mechanisme is natuurlijk niet altijd een gegarandeerd recept voor een ondergang, maar problematisch is het wel als alle betrokkenen slechts naar elkaar kijken en ten opzichte van elkaar het maximale willen binnenhalen, in plaats van dat ze samen de wat verdere toekomst op het netvlies hebben. Als wij met de bril van Diamond de krant lezen, dan zien we zaken ineens heel anders. Op pagina 1 gaat het over het politieke gedoe op de vierkante millimeter, als ik het zo op deze plek mag noemen, terwijl op pagina 8 een klein berichtje is te vinden over weer zoveel diersoorten die zijn uitgestorven. Natuurlijk, dit is veel te kort door de bocht, en er zijn dagen waarop de lange lijnen
en de grote uitdagingen wel degelijk de voorpagina halen. Toch, het mechanisme dat Diamond beschrijft zal voor u allen herkenbaar zijn. Voor mij illustreert de bril van Diamond een belangrijke taak van de WER. Aandacht voor en een zoektocht naar de kleine berichtjes van nu die de grote berichten van morgen kunnen of zullen zijn. Maar ook het agenderen van berichten die bij voorkeur in het tweede katern van de krant zijn te vinden of naar het tweede katern van de krant worden verdrongen. En als voorbeeld van zo'n bericht geef ik u het politieke denken over schade en verlies. En misschien een klein achtergrondje in de stappen die ik moest zetten om tot WER-voorzitter benoemd te worden, werd mij ook gevraagd om met een suggestie voor een WER-rapport te komen. Dat was een uitgebreid document. En de thematiek is deze. Het actuele overheidsbeleid is primair gericht op het beperken en wegnemen van allerhande risico's die we als individu en als samenleving lopen. Anders gezegd, het beleid focust op het voorkomen van schade. En men en wij lijken met een grote boog om de vraag heen te lopen hoe we als samenleving willen omgaan met situaties waarin schade, waarin verlies van potentieel grote omvang optreedt. Hoe we het wenden en hoe we het ook keren, onze samenleving is in reële termen kwetsbaar. Kwetsbaar voor allerhande situaties. Niet alleen vanwege de opwarming van de aarde, maar ook vanwege allerhande andere ontwikkelingen. Ik noemde veelal opportunistische omgang met innovaties op het terrein van genetische modificatie, de synthetische biologie, de intelligente systemen waar menselijke controle wordt gereduceerd en climate engineering. Al die ontwikkelingen en andere ontwikkelingen maken onze samenleving in reële termen kwetsbaar voor schade, potentieel enorme schade. En van een geheel andere orde, verlies. Als jongeren van deze tijd, inderdaad voor het eerst het gevoel hebben, of wij hebben voor het eerst het gevoel dat zij het minder goed zullen krijgen dan eerdere generaties, waar dan leggen we de rekening voor dit verlies neer? Hebben we in het heden wel voldoende aandacht voor de gewenste mate van solidariteit bij het dragen van dergelijk toekomstig verlies? Bij deze en diverse andere thema's is het aan de WER om te verkennen hoe om te gaan met het spanningsveld tussen korte termijn politieke ambities en lange termijn behartiging van publieke belangen. Voor de WER ligt er kortom een wezenlijke rol om de politiek, het bestuur en de samenleving in staat te stellen om gegeven de belangenverstrengeling en de belangentegenstellingen die er altijd zullen blijven, een invulling te geven aan de combinatie van eigen belangen en algemene belangen. En werkbare scenario's aan te reiken om weg te komen van wie dan leeft, wie dan zorgt. Om zo in het heden daadwerkelijk anders te handelen omwille van de toekomst. Maar zelfs als we de agenda voor de verdere toekomst op het netvlies hebben, dan nog zijn er de nodige uitdagingen. Het primaat van de politiek in combinatie met wisselende meerderheden in opvolgende kabinetten is immers wel haast een garantie voor inconsistentie van beleid. Toch, er zijn van die uitdagingen waarvoor heeft te gelden dat koers houden te alle tijden de beste strategie is. Ik besef, zeker in het huidige politieke landschap, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Toch, in een poging de aantrekkelijkheid van die ambitie onder woorden te brengen, wil ik u tenslotte meenemen naar het tweede boek dat ik heb meegenomen. En dat is het laatste boek van mijn collega Willem Witteveen. Senator, hoogleraar in Tilburg, die tijdens mijn decanaat op tragische wijze verongelukte tijdens de vliegtuigramp met vlucht MH17. Enkele maanden na deze ramp verscheen postuum zijn werk De Wet als Kunstwerk. En de centrale stelling in zijn betoog is dat de wet niet alleen een instrument is. Niet alleen een instrument is voor goed bestuur, maar de wet is ook een kunstwerk. Ik citeer hem straks en neem daarbij de vrijheid om voor de wet het beleid in de plaats te stellen. En ik citeer Willem.
verplaats je in de metafoor van het beleid als kunstwerk. Zodra het beleid als een kunstwerk benaderd wordt, impliceert dit respect voor de makers en voor het product zelf. Het ligt minder voor de hand het beleid voortdurend te willen veranderen. Iets wat wel verleidelijk is als je het beleid opvat als een instrument. Je oordeel over zin en onzin van het beleid zal op andere vragen berusten dan wanneer het beleid niet meer is dan een instrument voor iets anders waar het je echt om gaat. Je gaat de samenhang en de begrijpelijkheid van het beleid meer waarderen. En even later eindigt Willem de proloog tot zijn boek met de opmerking, en wederom neem ik de vrijheid zijn betoog toe te passen op het beleid. Ik citeer: laten we dan de metafoor van het beleid als instrument maar eens een tijdje op de achtergrond plaatsen en proberen het idee van het beleid als kunstwerk verder uit te werken. Dames en heren, ik zie ernaar uit om als WRR-voorzitter met de leden van de raad en de staf en een groot aantal van u allen hier aanwezig aan dergelijke kunstwerken mede vorm te mogen geven. En ik spreek mijn grote dank uit aan André voor de bijzondere bijdrage die hij reeds aan dat kunstwerk heeft geleverd. Dank u wel. En mij was gevraagd bij u te introduceren José van Dijk, president van de KNW. José, welkom. Dank jullie wel, André, beste Corine, beste André, geachte aanwezigen, iedereen. Het is eigenlijk een geweldige eer, André, om jou hier te mogen toespreken. Hoewel het eigenlijk jammer is iemand pas te mogen bewieroken op de dag van zijn vertrek. En bewieroken van een WRR-voorzitter, dat zult u met me eens zijn, dat is ook wellicht niet het juiste woord. Het is naar eer en geweten toespreken vanuit een onafhankelijke positie wat ik doe. En dat is denk ik een betere omschrijving naar wat we zojuist in jouw toespraak hebben gehoord. Ik weet niet of u de afgelopen zeven jaar is opgevallen, maar de persoon van André Knot-Neres die valt opvallend samen met zijn functie als voorzitter van de WRR. Hij is een baken van weldenkendheid en rust in roerige tijden, met een vooruitdenkende blik die altijd scherp gericht is op wetenschappelijke kwaliteit en feitelijkheid. Zoals vandaag ook weer bleek uit je, wat ik toch wel mag noemen, een afscheidsrede, ook al zei je het is eigenlijk het begin van je als afscheid, na je afscheid als voorzitter. Maar zoals vandaag bleek uit jouw rede, heb je een perfect oog voor welke zaken op scherp staan in de samenleving. Welke onderstromen er zijn en hoe we op problemen moeten en kunnen anticiperen. Wetenschappelijk advies in roerige tijden die schreeuwt om mensen die de big picture kunnen schetsen. Om goede adviezen te kunnen geven aan een regering moet je tegelijk een intellectuele acrobaat zijn en een ambachtsman. Een acrobaat die de kunst verstaat om op grote hoogte behendig van de ene rekstok naar de andere te vliegen terwijl de diepte lonken. En een ambachtsman die zorgt dat alle lijnen gezekerd zijn, die perfect weet hoe en wanneer te landen en die kan anticiperen op de o's en a's en oei's van het publiek. Want juist die soms onvoorspelbare reacties van het publiek kunnen de acrobaat uit zijn evenwicht brengen. En daar op die grote hoogte met alle ogen op zich gericht wist André tot zijn recht te komen. Bescheiden en met gevoel voor verhoudingen wist hij precies welke lijnen van advies aan elkaar te knopen. Ik heb meerdere malen mogen bewonderen hoe hij als voorzitter van alle adviesraden, en dat zijn er nogal wat in Nederland, de juiste thema's op het juiste moment op tafel weet te krijgen. Thema's zoals bijvoorbeeld het vluchtelingenbeleid, die vragen om een gemeenschappelijke mobilisatie van krachten uit hele verschillende adviesraden, zoals de SER, de WRR, de Onderwijsraad en nog een handvol andere raden van wie de voorzitters vandaag ook aanwezig zijn. Het is mede dankzij André dat die lijnen samenkwamen en dat expertise werd uitgewisseld en waar nodig gebundeld. Ook persoonlijk heb ik heel veel waardering gekregen voor de vooruitziende blik van deze intellectuele acrobaat. En tot mijn genoegen hebben we
een hechte samenwerking tussen de WRR en een groep jonge wetenschappers in mijn eigen vakgebied, de mediastudies, op kunnen zetten om de technische en sociale aspecten van de platformsamenleving in kaart te brengen. Dat André open stond voor het binnenlaten van jonge academici, en je hebt ze zo net ook laten zien, dat jij daar open voor stond in de beleidsadvieswereld, dat was beslist geen vanzelfsprekendheid. Een acrobaat die zijn nek uitsteekt, die risico durft te nemen, kan ook genadeloos van de rekstok vallen. En ook als er een vangnet is, dan is dat geen fijn gezicht. Dat André nooit van die rekstok is gevallen, zegt niet alleen veel over zijn kwaliteiten als intellectuele acrobaat en geoefende ambachtsman, maar ook iets over zijn capaciteiten als teamspeler, en ook dat zagen we zojuist. Hoewel mensen vaak denken dat acrobaten solisten zijn, kunnen ze onmogelijk tot hogere kunsten komen zonder eerst een diep wederzijds vertrouwen te creëren tussen henzelf en het hele team dat de Circus Act opbouwt. Van de raadsleden tot de SAF, we zagen het zojuist op je dia, van de directeur tot het secretariaat, André hield de boel bij elkaar door het spannen van dat onzichtbare net tussen de medewerkers. Op al deze punten is Corien, denk ik, zijn natuurlijke opvolger. Als oud-WRR-lid weet jij, Corien, als geen ander hoe belangrijk deze eigenschappen zijn. Dames en heren, André's aimabele en bindende persoonlijkheid maakte hem, denk ik, tot zo'n buitengewoon effectieve voorzitter. Een ander voorbeeld eigenlijk van zijn samenbindende vermogen heb ik zelf mogen zien toen hij de klankbordgroep van de Nationale Wetenschapsagenda ging aanvoeren. Eigenlijk weer zo'n voorbeeld van een staaltje intellectuele acrobatiek waarbij half wetenschappelijk Nederland bij betrokken was. André's vermogen om mensen uit uiteenlopende disciplines met zeer verschillende temperamenten bij elkaar te brengen en samen tot een consensus te komen, dat kwam weer uitstekend van pas in dit proces. Met de scherpe diagnostische blik van de huisarts en de lenigheid van een professionele turner wist jij elk debat op een positieve noot te eindigen of in het uiterste geval hoffelijk te besluiten met de constatering dat we agree to disagree. Voor elke opvolger zijn André's 7 jaar als voorzitter een hard act to follow. En ik geef het je te doen, Corien. Maar ik zie vol vertrouwen tegemoet dat Corien vanaf vandaag de voorzittershamer zal overnemen, in de touwen zal klimmen en ik zie ook bijzonder uit naar onze samenwerking. In de afsluitende reden van vanmiddag gaf André ons nog eenmaal die befaamde helikopterview op de samenleving waarbij we nog één keer onze adem inhielden. We weten immers dat André na grote sprongen en flitsende salto's op respectabele hoogte altijd weer veilig met beide benen op de grond landt. Laten we nog één keer onze a's en o's horen als ode aan een acrobaat die zijn dienstbaarheid aan de samenleving met zoveel inzet en souplesse heeft volbracht. André, dank je wel. Mevrouw Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer. Sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse administration is het begrip alternative facts niet meer weg te denken uit de hedendaagse vocabulaire. Waar het begrip eerst met verbazing, verbijstering, verontwaardiging werd aangehoord, is het al snel verworden tot een soort litotes, een understatement voor onwaarheden waarover wat lacherig wordt gedaan. Noem een onwaarheid alternative fact en de spreker zal vervolgens dan wel niet de lachers op zijn hand hebben, maar hij zal wel bijna op begrip of althans enige welwillendheid van zijn gehoor kunnen rekenen. Deze man of vrouw is op de hoogte van de actualiteit en heeft kennelijk gevoel voor humor. Zo is de gedachte. Dat maakt de inhoud van de alternative facts minder aanstootgevend dan wanneer de onjuiste voorstelling van feiten niet dat epiteton ornans gekregen zou hebben. Maar onjuist zijn die feiten. Van een post-truth era naar post-truth politics is maar een kleine stap.
Post-Truth Politics. Al in 1949 beschreef George Orwell in zijn boek 1984 Post-Truth Politics. Hij beschreef een overheid die de werkelijkheid manipuleert en korte metten heeft gemaakt met alle onafhankelijke instituties. The Ministry of Peace concerns itself with war. The Ministry of Truth with lies. The Ministry of Love with torture. And the Ministry of Plenty with starvation. Om Orwell te citeren. Sinds Kellyanne Conway sprak over alternative facts, is 1984 opnieuw een onverbiddelijke bestseller geworden, om Jan Kramer te citeren. Die belangstelling voor 1984 geeft aan dat mensen het belangrijk vinden om inzicht te krijgen hoe het mis kan gaan in een maatschappij. Maar vooral geeft het naar mijn mening aan hoe belangrijk mensen het vinden dat het niet misgaat en dat de overheid haar beleid baseert op onafhankelijk, onpartijdig wetenschappelijk onderzoek in een co-creatie, zoals André Knot-Neres dat noemt, van wetenschap en samenleving. Die rol vervult de WRR al sinds zijn installatie in 1976. De WRR vervult een belangrijke rol als onafhankelijk, onpartijdig adviesorgaan in het verschaffen van wetenschappelijke informatie over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. Niet alleen de regering, maar ook de Staten-Generaal maakt daar dankbaar gebruik van. En ook de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord kunnen het hun voordeel doen met de inzichten van de WRR ten behoeve van de toekomst van ons land. Om enige cijfers te geven. Sinds 1995 zijn de rapporten van de WRR ruim 850 keer aangehaald in de debatten in de Eerste en Tweede Kamer. Dat komt neer op ongeveer 39 keer per jaar. En dat betekent dat er eigenlijk geen zittingsweek van de Staten-Generaal voorbij gaat of de WRR wordt ergens genoemd, aangehaald of gequote. En zo moet het ook zijn als wij als volksvertegenwoordigers ons werk goed willen doen. Politiek zoals wij die kennen, betekent het hebben van een achterban van kiezers. En dat brengt ook emoties met zich. Maar Kamerleden vertegenwoordigen volgens artikel 50 van de Grondwet het gehele Nederlandse volk. En dan is het goed als er een zo objectief mogelijke wetenschappelijke analyse voorhanden is als basis en houvast voor de eigen meningsvorming. Als lid en voorzitter van de Eerste Kamer kan ik alleen maar bevestigen wat André Knot-Neres zojuist in zijn toespraak zei. En ik citeer, er is een goede interactie tussen kabinet, Staten-Generaal en WRR met respect voor elkaars verantwoordelijkheid, ook bij ongemakkelijke boodschappen. De Eerste Kamer beoordeelt wetsvoorstellen nadat deze zijn aanvaard in de Tweede Kamer met amendementen, met nota's van wijziging. De Eerste Kamer krijgt dus het eindproduct van een wetsvoorstel te beoordelen. Zij beoordeelt die wetsvoorstellen in het bijzonder op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Een belangrijke vraag die Eerste Kamerleden zich steeds stellen is, what if? Oftewel in goed Nederlands, wat als? Of stel dat. Dat betekent vooruitdenken. En bij dat vooruitdenken kunnen wetenschappelijke artikelen, wetenschappelijke analyses, als de rapporten van de WRR, een belangrijk hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld in te schatten wat de gevolgen zijn van een amendement of van een nota van wijziging, of wat de belangrijkste haken en ogen zijn van een wetsvoorstel, juist met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Mede dankzij die onderzoeken en analyses ontstaat er een zinvol debat met steekhoudende argumenten, pro en contra. Wetenschappers zijn complementair aan de politiek, doordat wij niet op de korte, maar op de lange termijn zijn gericht, maar we kunnen niet de toekomst voorspellen. Aldus André Knot-Neres recent in een interview in het Financieel Dagblad. Dat mogen zo zijn. Maar van 2010 tot 2017
heeft André zich als voorzitter van de WRR ingezet om ten behoeve van het regeringsbeleid en ten behoeve van de samenleving die onmisbare, onpartijdige, wetenschappelijk onafhankelijke, lange termijn gerichte adviezen te verstrekken. De politiek heeft daar haar voordeel mee kunnen doen, ten behoeve van de lange termijn toekomst van ons land. En dat is geen alternative fact. André, veel dank. En tegen Corine zeg ik als oud-collega lang geleden in Leiden, heel veel succes. Dank.